Het is eigenlijk een driedelig product. Het is een CD en een DVD. En een televisieprogramma over die CD en DVD. Op de CD staan 16 liedjes. Uit mijn laatste programma Na de Pauze, maar dan in nieuwe studioversies. In samenwerking met Daniel Lewis, die heeft me er ook toe aangezet om dat te doen. Hij zegt, die liedjes voor jou moet je ook eens apart opnemen in de studio. En hij wilde me helpen bij het produceren daarvan en ook bij het spelen. En op de DVD staat bij elk liedje een clip. Dus er staan 16 clips op. En er staat nog eens voor de hip 5 extra clips op. En er staat nog eens een ghost track op. Ja, het is niet echt een clip, het is toevallig opgenomen een liedje dat ik bij een andere DVD-presentatie heb gezongen. Namelijk bij de DVD-presentatie van Brigitte Kaandorp. En toen heb ik een liedje gezongen voor Brigitte Kaandorp. Brigitte heeft zo'n heel bekend liedje. Wel fijn dat ik het nooit met Andries Knevel heb gedaan. En dat heb ik dan voor haar gezongen. Wel jammer dat ik het nooit een keer met Kaandorp heb gedaan. Daniel zette mij op het idee om de studio in te duiken en die liedjes in de studio op te nemen. Maar vervolgens dacht ik, ja oké, straks is die klaar, die cd en dan? Want ik heb het idee dat een liedje tegenwoordig niet meer bestaat als er geen filmpje bij is. En daarom dacht ik, laat ik maar van een nood een deugd maken en eens kijken of je daar filmpjes bij kunt maken. En dat verraste me heel erg, omdat ik eigenlijk helemaal niet zo clipachtig ben ingesteld. Maar ik merk dat je met een clip best wel degelijk als een soort extra instrument iets kunt toevoegen aan het liedje. Men fietst niet meer, men sjeest, men wandelt niet, men rent. Er wordt braaf gepeest en aardig wat ontkend. En iets is niet meer iets, het is altijd opgelukt. En men gelooft in niets, men vrijt ook niet. Men neukt. Nou, kom, als twee creatievelingen elkaar ontmoeten, nou, dan komen daar al snel dingen van. En wij verzieten af en toe met elkaar en we mailen leuk met elkaar en er komt misschien nog wel wat. Ik vind het heel mooi om Herman. We zijn natuurlijk allebei, of natuurlijk, dat is helemaal niet zo natuurlijk meer tegenwoordig, maar we zijn allebei enorme Beatles fans. En daar praten we veel over Beatles en Mozart fans zijn we ook allebei. En we zijn allebei fan van. Van Neder-Saxische taal en zo ontstaan er vanzelf, als wij bij elkaar zijn, ontstaan er vanzelf dingen. En wie weet komt er nog eens wat van. En dat is ook het mooie van hoe wij dat doen. Niks moet of zo. Het kan allemaal, als het goed idee is, gaan we het doen. Maar dit ook wat Herman nou voor elkaar gebokst heeft. Dat is knap hoor. Dus het is mooi. Als mensen dat uit zouden zoeken, weet je wel hoe die muziek allemaal in elkaar zit. Zo. Nou, dat zit in elkaar hoor. Vogel die kan wel waar. Ja, ik maak geen plannen om te stoppen met optreden. Het eerste wat ik nu ga doen is niet een theaterprogramma maken. Ik ga eerst eens na deze hectische tijd, want clips maken was een hele hectische tijd. Ga ik mijn eerste behoorlijke tijd terugtrekken en heel veel schrijven. Schrijven. En dan ben ik erg benieuwd wat daar uiteindelijk uit voortvloeit. Ik heb ooit een keer geschreven van ik ben maar een jongen die zingt wat hij voelt en zich afvraagt wat hij bedoelt. En dat zijn de mooiste zinnen. Ik denk wel dat ik weet wat ik bedoel, liever naar geluk. Ik denk dat ik bedoel van, ik heb haar liever dan geluk. Ik denk dat ik bedoel dat geluk niet een doel is. We hadden elkaar een paar keer gesproken na afloop van een aflevering van Pauw en Witteman. En toen bleek dat we op een aantal punten dezelfde belangstelling hadden. Dus bijvoorbeeld voor het werk van Gerard Reven en dat van Willem Wilmink. En niet te vergeten de belangrijke zaken die voortvloeien uit een katholieke achtergrond. Bijvoorbeeld ook de belangstelling voor religieuze muziek. Ik wist toen niet dat in al die liedjes die hij had gemaakt, dat element ook schuil ging. En toen hij dus dacht van hoe kan ik nou de ideeën die ik heb en die in die liedjes verborgen zijn naar voren brengen, toen dacht hij aan mij en heeft mij via de vader gevraagd. En ik zei meteen ja, want ik wilde de gelegenheid te baat nemen om hem beter te leren kennen. Het heeft een dienende functie. Kijk, ik presenteer een talkshow en daarin gaat het erom dat je elke avond sfeer maakt en daarin ben je zelf de bepalende factor. De gasten die zorgen voor de informatie, maar jij bepaalt de sfeer van het gesprek. In dit geval vond ik het geen enkel probleem om een dienende functie te hebben om hem zo goed mogelijk en zijn liedjes in het bijzonder zo goed mogelijk naar voren te laten komen. En dat is een ander soort interviewtechniek. En ik vind dat dat goed gelukt is. Maar goed, ik heb 2,5 uur met de man gesproken, wat overigens een hele leuke ochtend opleverde.
bij hem thuis. Maar, en daar is natuurlijk maar een klein deel van terechtgekomen in dat programma. Maar wel zo gesneden dat het precies aansluit op de liedjes. En dat is goed gelukt.